De bustarieven zullen ook verhoogd worden. Dat zegt John Mahadeo Singh, voorzitter van de particuliere lijnbushouderorganisatie PLO. We spraken hem naar aanleiding van de aangekondigde verhoging van de benzineprijs door minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Transport. Wij gaan niet het beleid kunnen gaan, maar je weet, elke verhoging als het gaat om brandstof, dan gaan we ook kijken wat voor impact het heeft op de bustarieven. Want dat is eigenlijk de meest urgente vraag. Uiteraard gaan wij kijken in hoeverre de prijzen verhoogd worden. En als we dat doorcalculeren en blijkt dat de tarieven aangepast moeten worden. We zijn al bezig met de onderhandelingen. En als dit erbij komt, dan moet het ministerie maar meenemen. En kijken hoe we dan de tarief kunnen aanpassen. Als we de tarieven niet gaan aanpassen, dan gaan we de compensatie dan moeten aanpassen. Dus sowieso komt er een aanpassing. Volgens Mahadeo Singh is de PLO in onderhandeling met het ministerie van HINT. Hij zegt namens de organisatie reeds een voorstel van de aangepaste bustarieven op het ministerie te hebben ingediend. De benzineprijs is in de tussentijd al 2 keer verhoogd, zegt de PLO-voorzitter. Betekent een verhoging van de benzineprijs automatisch een verhoging van de bustarieven? Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar als blijkt dat het buiten ons marge valt, dan gaan we sowieso aanpassen. En u weet, er is al 2 keer verhoogd, de benzineprijs. Wij hebben nog niet aangepast onze tarieven, dus ik denk dat dit keer wel het geval zal zijn. Ja. Mahadeo Singh kan niet aangeven wat de hoogte van de nieuwe bustarieven zal zijn, omdat daarover nog onderhandeld wordt. Hij zal het besluit eerst moeten voorleggen aan de algemene ledenvergadering, voordat het aan de samenleving wordt bekendgemaakt. Ten slotte gaf de PLO-voorzitter aan dat de verhoogde bustarieven wel betaalbaar zullen zijn voor de passagiers.